Vanaf 2021 moet de nieuwe omgevingswet in werking treden. Is de Arnhemse gemeenteraad hier voldoende op voorbereid? Een van de aspecten die in die omgevingswet echt naar voren komt is meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Dat betekent ook dat de samenleving daarin een grotere stem kan krijgen. Maar ook dat de leefomgeving weer echt centraal staat en niet de regeltjes. Maar het gaat om de leefomgeving, het gaat over de straten waar mensen wonen. Het gaat om de winkelcentra waar mensen hun boodschappen doen. Daar gaat het weer om en niet meer om de regels. Waarom is het belangrijk dat we dit gaan doen? Om het eenvoudiger te maken, maar met name ook om toekomstgericht te zijn en flexibeler te worden. Want een van de aspecten onder die omgevingswet is het opstellen van een omgevingsvisie. Dat moet elke gemeente doen. Dat gaat over de toekomst van de leefomgeving, de fysieke leefomgeving in de gemeente. En daarin is flexibiliteit belangrijk. Er komen ontzettend veel trends, ontwikkelingen op ons af die morgen de wereld weer anders maken dan vandaag. En daar moet je flexibel mee om kunnen gaan. En die omgevingswet biedt die mogelijkheid. Ja, u heeft vanavond de Arnhemse raadsleden bijgepraat over wat hun rol daarin wordt. Wat is die? Wat is de rol van gemeentes in dit hele gebeuren? Wat interessanter is om te kijken wat gaat die rol worden. Want die rol van een gemeenteraadslid wordt echt anders. Nu gaat het heel erg om van worden de regels heel erg nageleefd? Worden die goed nageleefd? Straks gaat het erom van maar hoe wegen wij bepaalde zaken af? Als de samenleving iets wil, hoe gaan wij daar dan als raad mee om? En dat zijn echt fundamentele keuzes. Daar zitten veranderingen in. En wat wij doen met dit soort workshops is de raadsleden daarbij te betrekken en ook daadwerkelijk door te vragen. Van oké, maar als je kiest voor veel meer flexibiliteit als het gaat om de leefomgeving, wat betekent dat dan? Dan moet je wel kunnen loslaten. Je moet, als je de samenleving meer ruimte geeft, moet je kunnen loslaten. Wanneer moet dit allemaal precies ingaan? Dus wanneer moet dit proces eigenlijk voor een goed deel afgerond zijn? Ja, dat lijkt nog ver weg. In 2021 wordt de omgevingswet ingevoerd, geïmplementeerd zoals dat heet. En in 2024 moeten alle gemeenten een omgevingsvisie hebben. Maar dat betekent niet dat je nu al daarmee aan de slag kan gaan. Want er is een lange weg ook te gaan om daar klaar voor te zijn. En het is goed om die weg nu in te zetten.